In het kader van Valentijn hebben we al een paar gerechtjes gemaakt. Leuke dingetjes om even te bakken. En je hoeft ze natuurlijk niet alleen voor Valentijn te bakken. Ze zijn ook lekker op een ander moment. Maar het is bijna Valentijn. Dus leuke dingen om te maken. Vandaag gaan we aan de slag met koekjes. Zaadkoekjes. En in het midden doen we een leuk framboosje. Je kunt, als je niet van frambozen houdt, ook jam gebruiken. Nou, het volledige recept staat uiteraard uitgeschreven op de website www.klassikahaarkookworkshops.nl. En vind je het nou leuk om een keer mee te doen met een workshop? Dat kan natuurlijk ook. Stuur mij dan even een pb'tje. We beginnen met de boter in de kom te doen. En dat is gewoon een beslagkom. Je kunt een elektrische mixer of een handmixer gebruiken. Suiker. Nou, ik had geen witte bastsuiker meer. Die hoort er officieel wel in. Maar bruinen gaat ook goed. Alleen dan worden je koekjes ook een beetje bruin. En een zakje vanille suiker. En dat meng je eerst tot een mooi geheel. En het is makkelijk als je boter al een beetje zacht is. Als het dan mooi romig is, tik je er een eindje bij. Die moet je even splitsen, want je gebruikt alleen het geel. Dus je tikt hem boven een ander bakje. Het eiwit laat je daarin lopen. En het eigeel doe je in je kom. Nou, en het eiwit kun je eventueel gebruiken om meringue mee te maken. Dit mix je er nog even doorheen. Bloemen bij en die kun je zeven. En je doet er nog een theelepeltje bakpoeder bij. Je kunt ook zelf deze bakmiddel gebruiken. Alleen ik heb altijd alleen maar bloem in huis. Dus ik gebruik dan gewoon een theelepeltje bakpoeder. Werkt net zo goed. Nou, dit neem je weer goed door elkaar. En eventueel moet je hem even omscheppen met een spatel. Want soms zit de boter helemaal vastgeplakt aan de bodem van je kom. Als je dan er even doorheen gaat met een spatel, dan gaat dat wel weer goed. En het worden citroenkoekjes. Dus dan neem je een citroen. Snij je even door de helft en die pers je uit. Je kunt ook citroensap gebruiken uit de winkel, uit zo'n flesje. Nou, afhankelijk van hoeveel het is, want dat is bij elke citroen natuurlijk anders. Je giet er eerst een beetje in. En dan kun je wel zien of het deegje mooi is geworden, ja of nee. Je moet een mooi compacte deegje hebben. Nou, en als je echt wil weten of de smaak ook goed is, gewoon even proeven. Nou, en die van mij zit genoeg citroen. Alles even uit de kom en met de hand nog even nakneden. Want je ziet ook, dan komen er wat kruimeltjes nog uit. Kun je zo weer opdeppen. En dan kneed je hem met je handen nog even soepel door.
Nou, nu kun je hem eventueel nog een uurtje in de koelkast leggen. Dat staat in al die andere recepten, staat het uiteraard wel. Ik doe het eigenlijk nooit en het gaat altijd goed. Zullen we zien dat het vandaag mislukt? Beetje boter, bloem op je werkblad. En het is een soort van zandkoekjesdeeg, dus het wordt een vrij bros koek. En omdat je het framboosje erin doet, rol je hem ook niet heel dun uit. Vingerdikte ongeveer. Dus op sommige plekken wat dunner. Kun je hem ook altijd weer wat bij elkaar vouwen. Dan pak je je rooster erbij met bakpapier, want dan kun je meteen je koekjes daarop leggen. En heb je nou geen uitsteekvormpje, geen probleem. Een glas werkt ook prima. En je zorgt dat je op de bakplaat ongeveer 2 centimeter ruimte houdt. De koekjes lopen eventueel nog wat uit. En dit deeg kun je trouwens ook heel goed bewaren in de vriezer. Er zit natuurlijk wel een ei in, dus bewaar het niet te lang. Maar een paar dagen is, of een paar weken is, kan het. Het is ongeveer voor 16 koekjes. Ik kan er ook een klein beetje over, maar mijn bakplaat is vol. Dus dat bewaar ik. Dan met je duim druk je, of met je vinger druk je een beetje een kuiltje. Als je op een rooster ligt, wil dat dus niet. En daar leg je het framboosje in. En dan gaan ze in de oven en ze gaan een 12 minuutjes tot een kwartiertje in de oven op 160 graden. Dan zijn de croissantkoekjes klaar. Maar... Ja! Nou, Jan Vette, de croissantkoekjes zijn klaar. Maar kijk, ze zijn nog zacht. Dus... Je moet ze nu eerst nog laten afkoelen en die van jou gaan nu de oven in. Inmiddels zijn de koekjes afgekoeld. En dan moeten ze van het bakpapier af. Misschien dat ze een beetje plakken. Dus het makkelijkste is om dat even met een spatel te doen. Want door dat framboosje in de midden... zijn ze misschien nog een beetje zacht aan de onderkant, want dat wordt natuurlijk een beetje vochtig. Maar zo gaat het hartstikke makkelijk. Nou, en eventueel, als je dat zou willen, kun je het framboosje nog even insmeren met een heel klein beetje abrikozenjam. Die abrikozenjam die verwarm je dan een beetje en dan strijk je dat er heel voorzichtig overheen. Dan kun je ze iets langer bewaren. Ja, als ze dat volhouden, dat is natuurlijk ook de vraag, hè?